bouw, huizenbouw. Nou, het verhaal wat ik net aankondigde over de onzin die we hebben uitgekraamd de afgelopen jaren. Want mensen vroegen wel eens van, er zitten allemaal van die scheurtjes in en die draaien zo rond die boom omhoog. En tot vorige week hebben wij verteld tegen iedereen, omdat we het hadden gehoord ook, dat het had te maken met de stand van de zon, dat ze meedraaien op de zon. En dat vonden wij een heel goed verhaal. Maar het was niet zo. Maar het is niet zo. Nee. We hebben inmiddels ingeruild, iets wat recht omhoog groeit, is minder stijf dan iets wat gedraaid omhoog groeit. En als je dat dan hoort, dan vond ik juist logisch. Er zit gewoon in de genen van zo'n boom. Want een van de gasten kwam erachter en zei van ja, maar deze gaat al rechts omhoog. En die hadden even ook een boom die ging links omhoog. Dus het verhaal van de zon mee draaien, dat vroeg helemaal niks van. Dus we hebben 3 jaar hier eens gaan liegen, dus jullie hebben eigenlijk een beetje een primeur. Jullie krijgen de eerste keer de waarheid te horen. Ik hoop dat dat de waarheid is. Nou, het wordt op veel of vast geleden. Misschien je volgend jaar weer moet bijstellen, maar dat kan. Maar ik vond het op zich wel een goed verhaal. En als je dan nadenkt erover, denk je, iets wat omhoog groeit, recht omhoog, is minder sterk dan iets wat gedraaid omhoog gaat. Dus dit is het verhaal van de dode boom. En hij rust in vrede. 100 jaar worden ze, dus uit de oertijd, 100 jaar kunnen ze worden. Ze zijn gewoon zulke bomen zoals daar staan. Dan verliest die eerste schors.